De voetbalcompetitie voor de amateurs is in het eerste weekend van september van start gegaan. Tijdens de oefencampagne vroegen wij de trainers naar hun verwachtingen. Dit keer Kees de Rode van Kikkers. Hoe staat je ploeg ervoor? Redelijk. Redelijk. We zijn nog wel zwaar in de voorbereiding, dat wel. We missen nog een aantal jongens. Ze zijn nog op vakantie, zijn nog werkende. Maar de voorbereiding loopt redelijk goed, inderdaad. Moeilijk jaar achter de rug in Leimuiden. De club, maar ook het dorp snakt naar meer. Wat is de realiteit voor wat betreft verwachtingen? Ja, de realiteit. Kijk, vorig jaar zijn we een weg ingeslagen. Om dus een heel ander systeem te gaan spelen. En met de jeugd verder te gaan. Er zijn nu dus 10 A-juniors zijn overgekomen naar een eerste elftal. En dus de selectie is erg groot. En we verwachten wel dat we dus bij de eerste 5 moeten gaan komen. In ieder geval. Dat geeft dus weer de kans dat je dus voor een periodetitel moet gaan. En dat is zeer belangrijk, ook voor de club en ook voor het dorp zelf. Waar is dat waar is die realiteitszin op gebaseerd? Zijn gewoon die A-junior een versterking voor je team? Ja, kwalitatief. Kwalitatief zijn we een heel stuk vooruit gegaan. Het is in de breedte natuurlijk kwalitatief. En ieder die nu voor een basisplaats, vorig jaar was het een heel ander verhaal, moeten nu echt origineel vechten voor een basisplaats. En dat kan je nu goed merken aan de groep. En ja, het is zoveel talent zitten in die groep. Alleen ja, we moeten het uit kunnen smeren over misschien 2-3 jaar. Alleen ja, mijn verwachting en mijn doelstelling is hoger dan 2 of 3 jaar. Voor dit jaar dan.